De grensplaats Apura beschikt tegenwoordig over een ijsfabriek. De opening van deze faciliteit ten behoeve van de lokale gemeenschap heeft op 12 maart 2023 plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid waren president Chandrika Prasad Santokhi, districtscommissaris Josta Lewis van het bestuursresort Kabalebo en de ministers Parmanant Seudin en Amr Ramadin aanwezig. De ijscentrale, die strategisch gelegen is, moet de visserijsector als ook de fruitproductie ten goede komen. Wij hebben gezegd als regering dat Apura zo belangrijk is voor ons dat we het gaan ontwikkelen vanuit het kabinet van de president. En daarvoor hebben we een presidentiële commissie waar alle ministeries in zitten, de gezagsstructuren van Apura, om Apura echt tot ontwikkeling te brengen samen met de gemeenschap van Apura. En dit is de kans die de leefgemeenschap van Apura krijgt. Zo'n kans gaat u niet altijd krijgen. Deze kans krijgt u in de regering Santokhi Brunswijk om deze ontwikkeling te brengen voor Apura. Hoe moet je dat doen? Met apassie. Tjara passie. Als je nu producten vergelijkt, de prijs in Paramaribo, de prijs in Nikeri en de prijs in Albina naar bijna Srivi. Maar als je vergelijkt de prijs voor Paramaribo en Apura en Sipaliwini en Brokopondo, dan is je prijs hier. Waarom? Infranode, passinode, waardoor je meer kosten moet maken, hoge transportkosten moet betalen. Wel, die weg, u heeft al gehoord, hij komt bak. Al meer dan 60 kilometer voorbereiden treffenbak, Boussi Kotikbak. En het komt hier zo. Sociaal programma gaan we intensiveren. Met alles om te kiezen van Boehippie, van regering en van IDB gaan we komende week 40 miljoen Amerikaanse dollar. Dat wordt dan meer dan 1,5 miljard money over de jaren die om sociale programma's te brengen, om die rust te brengen in de samenleving. Mensen gaan zo, we willen jullie feliciteren. En als zo many project, ambulance project, Dresdy project, Datra project, food basket project, ijsfabriek project, Langapak.